Ja, We moeten het nog even over Elena hebben. Ik vind dat ze uh, weer aandacht aan de uiterlijke besteedt. Ik vind eigenlijk wel dat het goed gaat. Wat vind jij? Ik vind dat ze wel heel vaak eerder weggaat bij de workshop. Ik vind ze juist wel weer vrolijk de laatste tijd en ook wel weer uh, zelfverzekerder. Toch klopt er gewoon iets niet. Hoe komt ze aan het geld? Seksuele uitbuiting en criminele uitbuiting zijn vormen van mensenhandel. En bij mensenhandel gaat het over de uitbuiting van de ander. Jezelf bevoordelen ten koste van de ander. Daarbij wordt gebruik gemaakt van een vorm van dwang en meestal gaat de recrutering aan vooraf. Bij seksuele uitbuiting gaat het over uh, het dwingen tot seksuele dienstverlening. En bij criminele activiteiten gaat het tot het dwingen tot criminele activiteiten, waarbij de opbrengst in beide gevallen toekomt aan de ander. Signalen van, uh, van mensenhandel, seksuele of criminele uitbuiting uh, kunnen zijn eigenlijk gedragsverandering van iemand. Als je ziet dat iemand die bijvoorbeeld uh, een heel ingetogen karakter had, ineens heel extravert wordt uh, qua kleding, qua uitgaansgedrag, uh, drugsgebruik mogelijk, uh, dat kan een signaal zijn. Ook het tegenovergestelde kan eigenlijk een signaal zijn. Uh, iemand die eerst een heel druk sociaal leven heeft en uh, goede familiebanden heeft, die zich totaal isoleert. Uh, Daarvan en geen contact meer heeft met vrienden, vriendinnen, uh, zich uh, afstoot van de familie. Uh, dat zou echt een signaal kunnen zijn dat iemand onder invloed staat van een, uh, ja, een uitbuiter, een, een slachtoffer van menshandel zou kunnen zijn. In beginsel kan iedereen slachtoffer worden van seksuele uitbuiting of criminele uitbuiting. Maar we weten wel dat bepaalde groepen meer kwetsbaar zijn voor praktijken van uitbuiting. En dan moeten we denken aan bijvoorbeeld uh, jongeren. Uh, minderjarige mensen met een licht verstandelijke beperking, uh, alleenstaande minderjarige vreemdelingen uh, of mensen in een uh, ander soort penible situatie, uh, bijvoorbeeld uh, met een onstabiele thuissituatie. Een ander signaal wat ook mogelijk is, um, wat gezien wordt, is dat iemand die eigenlijk onverklaarbaar uh, geld uh, bij zich heeft uh, in een keer met dure kleding loopt, dure spullen die ze normaal gesproken niet zou kunnen betalen. En dat zou een signaal kunnen zijn. Tijdens de workshop merkte we al snel dat er uh, bepaalde meiden in die groep um, toch wel hele dure spullen bij zich hadden. En naar aanleiding van die dure spullen sloegen wij, zeg maar, ook vanuit het jongerenwerk heb je daar een soort van oog voor. Uh, aan op de, op de prijs natuurlijk van die spullen, want het waren vrij jonge meiden. En toen bleken ze zeg maar, een, uh, een OnlyFans account te hebben aangemaakt. En in dat Olifants-account, uh, uh, via die weg, zouden ze dan geld verdienen. En toen merkte we toch al snel dat er ook een soort van schimmige onderwereld uh, aan vastzit. Of althans, dat gevoel kregen wij. Want het blijkt dus dat er jongens uit de buurt uh, zich opwerpen als een soort manager. Op een gegeven moment merken we dat, uh, uh, dat er dus gewoon geld afgedragen moet worden. En dat die meiden zoiets hebben van ja, weet je, uh, dit hoort er gewoon bij. Dit is gewoon normaal. Want op het moment dat je in die wereld stapt, dan krijg je weer anderen om je heen die allemaal iets van je willen. En zo iemand gaat jou dan beschermen. Dus zij zien dat niet als een uh, als uitbuiting. De signalen zijn op zichzelf staand. Dat betekent ook niet uh, meteen, uh, we hebben te maken met de slag van mensenhandel. Heel vaak blijkt het in de praktijk ook niet zo te zijn. Uh, maar het zijn zeker signalen die uh, er wel bij horen. En ik, wij zeggen altijd, uh, je hoeft zelf niet zeker te weten wat de situatie is. Uh, we zijn al blij. Neem contact met ons op als je dat onderbuik voelt. Als je zo'n signaal ziet. Uh, en je ziet ook echt dat afwijkende gedrag. En je ziet ook bijvoorbeeld dat uh, schoolprestaties uh, achteruit gaan of, of kinderen stoppen met school. Of ja, als je allerlei zorgen om iemand hebt, neem gewoon voor de zekerheid wel dat contact met ons op. En we gaan samen kijken of we uh, het signaal verder kunnen duiden om erachter te komen of er daadwerkelijk sprake is van mensenhandel.